Kijk eens Botlek TV, een goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, afhankelijk van wanneer u kijkt. Hartelijk welkom. We zijn te gast in de Boekenberg, de bibliotheek, in het hartje van Spijkenisse. Met nou vele tienduizenden boeken, cd's, films, noem maar op. Prachtige locatie. We zijn hier om te praten met Ria Berkhout. En Ria is niet zomaar een Spijkenisser. Nee, ze is klimaatburgemeester. Hallo, Ria. Hallo. Waar woon jij? In Spijkenisse, in Spijkenisse Noord. En ik heb helemaal mijn leven woon ik al in Spijkenisse. Dus, Je bent een echte Spijkenaar. Nee, Spijkenisser. Spijkenisser, dus met een E. Ja. Spijkenisser, ja. Vanaf 7. Waar ben je geboren? Op de plek waar nu Bram Ladage zit. Dat heette vroeger de Sintelweg. En dat moest daar allemaal weg, omdat het uit de markt komen. En toen is... Dat hele buurtje is eigenlijk mee verhuisd naar Noord. Dus de buren om ons heen waren ook allemaal oud Spijkenissers. Ja. Nou, zo oud zie je er nog niet uit. Volgens mij is Bram Ladage zit daar al heel wat jaren. Dus al die activiteiten die je doet. Niet alleen als klimaatburgemeester. Maar ook in het erfgoedplatform. En op allerlei andere zaken ben je en terreinen ben je actief. Dat houdt je jong. Klimaatburgemeester, u bent ongetwijfeld net zo nieuwsgierig als ik. Wat doet een klimaatburgemeester? We hebben er misschien een klein vermoeden van, maar de waarheid is er maar één die weet. En dat ben jij zelf. Ria, wat doet een klimaatburgemeester? En sinds wanneer ben je klimaatburgemeester? Ik ben sinds eind oktober klimaatburgemeester in de gemeente Nissewaard. En ik ben gevraagd door de gemeente om klimaatburgemeester te zijn. En ik kon zelf een invulling geven aan het klimaatburgemeesterschap. En ik heb gekozen voor... Om elke 14 dagen een stukje te schrijven in de krant over wat gebeurt er op het gebied van duurzaamheid binnen de gemeente. En welke krant? Het AD? Een andere krant? Nee, in de Grote Nissewaard. En op de website van de gemeente staat er een stukje elke keer, ja. En wat voor onderwerpen benader jij dan? Mensen, stichtingen, locaties? En waar schrijf je dan over? Ik kijk gewoon wat gebeurt er. Dus wat valt er allemaal onder duurzaamheid? Dan heb je natuurlijk vergroening of biodiversiteit of verduurzamen van je huis. En aan de hand daarvan ga ik dan leg ik mijn oor te luisteren bij mensen. Dan kijk ik wat er zoal speelt in de gemeente. En dan geeft iemand me een tip of soms lees ik iets in de krant. Wat ik denk, oh ja, daar kan ik eens bij mensen langs gaan. Ja, want dat doe je, hè? Je gaat echt op bezoek. Je hebt natuurlijk ongetwijfeld een elektrische dienstauto, zo'n grote bolide die op elektriciteit rijdt. En chauffeur erbij, een ketting en een ambtswoning. Of valt dat allemaal wel een beetje tegen? Dat valt allemaal wel een beetje tegen. Nee, meestal ga ik op de fiets. En dat is wel weer duurzaam. Of, en ik ga samen met André van der Water en iemand die voor mij schrijft. Want ik kan niet zo makkelijk schrijven meer. Dus we gaan samen op pad vaak. En dan ik verzin de onderwerpen, ik dan benader de mensen. En dan gaan we er bel ik ze op en vraag dat ze mee willen doen. En heel vaak vinden mensen dat ook een leuk idee. En willen ze graag vertellen wat ze doen op het gebied van duurzaamheid. Nou, ongetwijfeld, als u in Spijkenisse of in Nissewaard woont, kent u de stukjes van Ria. Staan om de hoeveel tijd? Om de 14 dagen in Groot Nissewaard. Bijna meer dan een kwart pagina. Een fotootje er meestal bij. En... ik vroeg net al, welke onderwerpen snij je dan aan? Bij welke organisaties ga je dan langs of personen? Noem eens een paar voorbeelden. Ik ben begonnen bijvoorbeeld bij de Rijnis. Ik had een stukje gelezen in de krant dat het verbranden van matrassen zo slecht voor het milieu was. En dan ging ik kijken, hoe doet de gemeente dat hier in Spijkenisse? En het bleek dat zij het ophalen hier, dat worden in grote... kasten worden die matrassen gelegd, die worden één keer per week opgehaald. En 85% daarvan wordt gerecycled. Dat worden dan judomatten of isolatiemateriaal wordt dat. En dat is een bedrijf die komt dat dan ophalen bij ze. Dus dat ben ik geweest, heb ik dat ook gezien, hoe die matrassen ingezameld worden en hoe dat opgehaald wordt. Ja. Dat is wel arbeidsintensief. Dus klimaat kost ook veel geld, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Ja, dat kost ook veel geld. Dat ben ik met je eens. Ik denk dat alles natuurlijk dus binnen de verduurzaming kost veel meer moeite en ook veel meer geld. Dat denk ik wel. Ja, want vroeger was natuurlijk inderdaad gewoon alles ophalen, alles in één container, niks scheiden aan afval en de brand erin. En klaar is Kees, maar daar is de wereld van teruggekomen. Dus alles nog eens een keer recyclen, scheiden en noem maar op, dat is heel arbeidsintensief. En dat kost dus ook geld. Ja, het kost geld, maar het levert natuurlijk ook grondstoffen op. Dat is, daar moeten we naartoe natuurlijk van afval naar grondstof. Dus alles moet natuurlijk gerecycled worden en daardoor levert het straks wat op natuurlijk. Je hebt ook, ik ben bijvoorbeeld ook geweest bij een sloopbedrijf in Spijkenisse, DCC. En die doen ook scheiden bij de bron. Dus die doen glas apart, stenen apart. En dan wordt dat ook... die stenen worden bijvoorbeeld steenstrips... En het beton wordt vergruisd en dat wordt dan weer grondstof voor de beton of voor onder het asfalt. Maar goed, dat kost allemaal extra moeite natuurlijk. Wat ook wel weer, want dat zei die man van de DCC ook, hij zegt, als ik natuurlijk duurzaam wil scheiden, dan kost mij dat veel meer moeite, waardoor zijn prijs natuurlijk ook hoger wordt. Waardoor hij zich dat het moeite kost om hem niet uit de markt te prijzen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het arbeidsintensief is. Dus het levert ook arbeidsplaatsen op. Dat is toch ook goed voor de economie? Minder werkloosheid enzovoort? Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik weet niet of die arbeidsplaatsen er ook, of die de arbeidskrachten er ook zijn. Daar heb ik echt geen idee. Daar zou ik eens naar moeten kijken. Dat heb je me gelijk in, ja. Nou, dat is een mooie nieuwe opdracht voor de klimaatburgemeester. Waar is je ketting, Ria? Die heb ik thuis laten liggen. Sorry, sorry mensen. Ik ben hem vergeten. Hij ligt nog op de kast. Maar je hebt wel een echte ambtsketting. Keten, is die net zoals van de burgemeester van Nissewaard, Voort van Oosten, van echt zilver en gesmeden door een smid? Nee. Hij is van gerecycled plastic. Het zijn schakels met hier in het midden dan een soort embleem of zo. Hoe zeg je dat? Een hangertje. En daar staat dan op klimaatburgemeester van Spijkenisse. Ja, en kijk het Botlek TV en uiteraard Link Media. Heeft u thuis nog apparatuur? Huishoudelijke apparaten die niet goed werken. De airfryer, de patatpan, maar misschien ook nog een oude bandrecorder. Een CO-apparaat, nou ja, die zou ik helemaal niet recyclen. Die moet je gewoon wegdoen en een lekkere koffie nemen. Maar al die andere zaken, daar heb je een repaircafé voor. En vrijwilligers, 11 stuks, Ria, heb ik begrepen, die zijn daarmee bezig. Elke keer weer om uw oude apparatuur weer een beetje nieuw te maken. En dat is ook echt recyclen. Er zijn twee repaircafés in Spijkenisse. Eentje in Waterland en één in De Hoek. En ik ben geweest in De Hoek. Die zijn elke donderdagmiddag zijn ze open. Van 1 tot 4 geloof ik. En daar zijn dan 11 vrijwilligers. Eén is gespecialiseerd in stofzuigers. Die is in koffiezetapparaten. Die in strijkijzers. Het was heel gezellig. En de mensen kwamen daar, er komen best nog wel veel mensen, zo'n 18 of 19 per week komen er wel hun spullen brengen. Dat leveren ze daar af en dan worden ze gebeld als het klaar is. En de onderdelen moet je betalen en dan een donatie in het spaarvarken als je het weer op kan halen. Ja, dat is duurzaam, maar prijs je daar niet andere reparatiewinkels, als die er nog zijn, de markt uit? Ik heb geen idee eigenlijk wat er nog reparatiewinkels zijn eigenlijk. Ja. Het is ook voor mensen met kleine beurs natuurlijk. Die zie je daar veel op komen. In de repaircafé. Ja. Nou ja, ik ken wel een paar reparatiewinkels. De schoenmaker natuurlijk. Maar ja, daar breng je natuurlijk niet je patatpan naartoe. Maar ook computers. Je hebt een computerservice hier op het dorp. En daar worden natuurlijk ook de computers worden wel goed nagekeken. Dus het specialisme blijft bij de speciale zaken. En al het andere, daarvoor ga je naar de repaircafé, begrijp ik. Ja, dat denk ik. Ik weet niet of ik ook computers gezien heb. Dat weet ik eigenlijk niet. Dus het zijn allemaal mannen die gepensioneerd zijn. En er is een mevrouw die geeft een lekker hapje tussendoor en een drankje. Dus die mannen komen met echt heel veel plezier zijn ze daar aan het werk. En het is in feite gratis. Een donatie in een spaarvarken. Zodat bij die lekkere koffie dat er ook af en toe eens een tompoes bij geserveerd kan worden. Ja, jouw einde als klimaatburgemeester is nabij.
november, dan houdt jouw ambtstermijn op. Vind je dat erg? Of zeg je, nou, ik heb het met heel veel plezier een jaar gedaan en ik geef het stokje, de ketting over aan mijn opvolger of ster? Ja, ik heb het met super veel plezier gedaan. Ik vond het echt heel leuk om gewoon overal bij... Ik ben ook wel nieuwsgierig van aard, dus ik vind het ook wel leuk om overal binnen te kijken hoe het was geweest. Of hoe het is geweest bij die mensen. Maar het is ook lastig als je... Ik heb heel veel onderwerpen natuurlijk bezocht. Dus ik denk ook wel dat ik een beetje door mijn onderwerpen heen ben. Maar een andere klimaatburgemeester, die kan het weer een hele andere invulling aan geven. Die kan zeggen, ik mag gaan een evenement organiseren of ik ga helpen met de straten verduurzamen. Voordat we gaan afsluiten, je hebt ook een geweldig idee in je hoofd. Ik weet niet of we dat al voorzichtig mogen vertellen, maar een idee, ja, dat moet ook op een gegeven moment uitgevoerd gaan worden. Maar je bent bezig met een hele grote voetbalclub. We zullen de naam Feyenoord niet noemen. En daar heb je een idee gelanceerd. Het zou mooi zijn als dat zou kunnen doorgaan. Wat is het? Ik zou graag willen dat ik zo zeggen dat we Feyenoord regentonnen hebben. Om dat mensen een regenton kunnen aanschaffen van met het Feyenoord logo. Ik heb gezien dat dat bij Go Ahead Eagles een geweldig succes is geweest. En nou, in Rotterdam is een nog veel groter verzorgingsgebied natuurlijk. Dus als ze daar een Feyenoord regenton, ik heb zo eens geïnformeerd hier en daar. Mensen zijn geweldig enthousiast. Mensen die zeiden van, nou, ik zou er wel eentje willen hebben. En ook aan mijn buurman een geven. Mooi cadeau om te doen. Dus een Feyenoord regenton lijkt me geweldig. En ik hoop dat Feyenoord hier ook aan mee zou willen werken. Mevrouw de burgemeester, aan het eind van uw ambtstermijn neemt u natuurlijk afscheid met een heel groot feest en diner in de raadzaal. Nou, zonder gekkigheid is de raad en het college hierbij betrokken. Wordt er ook iets gedaan met die adviezen die je uitgeeft? Ik ben halverwege de rit, ik denk in juni of zo, mei, ben ik op bezoek geweest bij de burgemeester en bij de wethouder van duurzaamheid. En daar heb ik een gesprek mee gehad en daar heb ik een verzoek ingediend. Het bleek dat ik heb een onderwerp gedaan over laadpalen. En het blijkt dat je bij elke nieuwe klant die bij ons laadpalen laat, verdienen we punten in de gemeente. En dan krijgen we bij Trees for All, kan je bomen sparen. En dus nu heb ik het verzoek ingediend bij de gemeente dat we bomen zouden kunnen planten om de Rijn eens heen. Want ik heb daar gestaan natuurlijk bij die mensen met het matrassen. En het is daar één tochtgat. En het zou zo mooi zijn als die bomen die we nog gespaard hebben met het elektrisch laden, dat om de Rijn eens heen geplant zou kunnen worden. Zodat die mannen daar niet zo uit hun verschoning staan te waaien. Van laadpaal naar laadboom, om het zomaar te noemen. Dat zou prachtig zijn, Ria. Ik wens je heel veel succes de komende 3 maanden nog. Zolang ben je nog burgemeester, klimaatburgemeester, laat dat duidelijk zijn. Aan welke voorwaarden, eisen moet jouw opvolger of ster voldoen? En zou jij dan een paar woorden aan jouw toekomstige opvolger willen geven via de camera? Het zou leuk zijn als er iemand komt die ook mij zou willen opvolgen. Ik ben erg benieuwd naar wat je dan gaat doen. Wat je nodig hebt is vrije tijd om het in te vullen. Betrokkenheid bij het milieu of bij de duurzaamheid. En het zou iets heel anders zou ik ook leuk vinden. Ik heb natuurlijk nu die interviews gedaan. Maar misschien is het iemand die wil een evenement organiseren of een lezingen of dus een straat verduurzamen. Ik ben heel benieuwd wat de volgende gaat doen. Dus succes en ik hoop je te zien in eind oktober. Kijkers Botlek TV, Link Media. Als u denkt, jij denkt, van dat lijkt me wel wat. Klimaatburgemeester, je moet beschikken over tijd. Affiniteit hebben natuurlijk met het onderwerp. Misschien af en toe eens een stukje schrijven in de krant. En de echte burgemeester ook eens eventjes aan zijn jasje of aan zijn ketting trekken om mee te gaan naar een bepaald onderwerp of locatie. Dan zien we graag je sollicitatiebrief te zijner tijd tegemoet. Wil je cameraman worden bij Botlek TV? Dat kan niet, want daarvoor zit achter de camera Roel van Deursen. Wil je mijn baan overnemen? Je bent van harte welkom. Dan ben ik einde reporter. Maar tot dan, Joop van der Hoor. Tot ziens.